De man die zondag om het leven kwam bij een schietpartij in Den Bosch is doodgeschoten door zijn broer, dat zegt de politie. De broer beroofde zichzelf later van het leven in zijn huis in Berlicum. Het gaat om een ruzie tussen twee broers. Die ruzie zou volgens omwonenden gaan om een vrouw waar ze beide op verliefd waren. Nou, die ruzie liep gisteren volledig uit de hand in het huis van de jongste broer in Den Bosch. Hij werd doodgeschoten. De politie wist al heel snel dat de 56-jarige broer de schutter was. En daarom werd er gistermiddag hier in het huis achter mij in Berlicum een inval gedaan. Tijdens de inval hoorde de politie een schot waarna ze de zwaar gewonde man vonden. Hij is later aan zijn verwondingen overleden. Even daarvoor had hij een afscheidsbrief op Facebook geplaatst. Nou, de man had een wapen in huis omdat hij lid was van een schietvereniging, zeggen buurtbewoners hier. En daarom had hij dus ook een vergunning voor een pistool.